Yo mensen, Fishy Keri, we zijn hier met de tweede aflevering van de Titan-serie. De eerste, dat was al even geleden. Tomahawk, Tomahawk! En ja, ik ben hier terug met G-Man. De vorige twee matchjes had ik gewonnen, dus de stand is 2-0. Zal G-Man een comebackje maken, of zal hij harder de grond in worden geboord? Oh shit, ik word al dik geflashed. Moest je deze serie leuk vinden, like en subscribe zou ik zeggen. Nu had ik chance dat hij daar achter die bom zat. Oh, er zit er een links met een M8A7 aan de trappen. Ik zou je niet challengen, je wapen is zwakker. Ja. Oh, hij zit al dood of wat? Oh shit. Wat maar, oh, mijn aim is gewoon op slechte. Wow, dat is ook laat dat je dat ziet. Oh my god, wow. Pak toch gewoon uw M8A7, ja, dommerik. Amai. Ja. Hier weet ik niet hoe je moet smijten, ik smijt gewoon vrij hoog rechtdoor. Smaat gewoon random, zo gelijk dat ik altijd doe. Ik zie de mij liggen, ik heb niet ver genoeg gesmeten. Ik weet niet wat er in mij ligt. Er zit er aan de linkskant. Maar afijn, jong! Godverdomme! Ik dacht te zeggen, troost u, dan maakt het spannend, maar jij dat een punt. Ja. Ja, binnen wint hij dus niet, hè. Oh shit, mijn headset is afgevallen want mijn oor jukte. Oh kut. Oké. Ik ben terug. Maar hij staat niet te goed, hij gaat terug afvallen denk ik. Oh, ja. Wacht hè. Mijn oor jukte. Dat is precies een déjà vu, we hebben dat nog wel eens voor gehad. Oh ja. Zit er een in de kerk, zit er een in de kerk. Ja, ik zit er wel kapot. Oh man, nee, nee. Ik kan me niet concentreren. Nou, het is altijd wel iets, ofwel is het mijn oor dat jukt, of toch. Terwijl zit er iets in het oog. Ja. Ja. Amai. Hoe kan een mens hier nu rustig spelen? Nee. Welke granaat heeft hij zelf? Is dat termite? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb die ook nog nooit gezien, die als termite. Er loopt wel altijd mis, terwijl jukt dat oor. Als je pech kunt hebben in het leven, heb je altijd pech. Tomahawk, Tomahawk. Waarschijnlijk heb ik ze niet het genoeg gesmeden. Maar ik zou zelf niet eens weten op welke hoogte of zo dat je moet smijten, dat ik ook maar. Oh wel hè. Allee, zie, ik kan me niet concentreren, godverdomme.
Het is fucking 0-4! Ja. Allee, kom. Laat ons doodgaan dat kutmatchje niet gedaan is. Ja. Dan zo'n matchje, dat geeft mezelf niet eens meer goesting voor te spelen, hè. Ja, nee, allee, ja. Als we random kunnen spelen en zo, dan spelen we goede matchjes. Maar als je eens een keer opneemt, nee, dan gaan we spelen alsof we nog nooit een kastje hebben vastgehad. Dat is gewoon. En als je dan record, loopt er ook wel van alles mis. Het is dat. Oh, nu zijn we toch toevallig verloren. Ik hoop dat jullie het even hatelijk vonden als Kik. En dan hoop ik jullie niet meer terug te zien bij de volgende aflevering. Tot nooit meer, bye. Yo mensen, we zijn hier terug bij de tweede wedstrijd van deze aflevering. Ik ben mijn tomahawk al vergeten, zo. En ja, het just ging niet zo vlot, hè, manneke. Ik was maar een truc maken. Allee, uit de weg, teammate. Ja, nu ben ik geflasht, hè. Valas, ik ben dood. Het heeft lang geduurd. Ik ben ook gevolgd. Jesus Christ, jong. Amai. Ik hoor het echt, dat kan betandig zijn, want dan zeg ik niks meer. Dat ook niet. Wat we alleen jong, van wat kwam dienen? Ah, van daar dus. Oké. Allee, je hebt al een kill, ik nog niet. Ja. Ik ben echt ambetantig van dat vorige matchje naar Jesus, maar wat was dat, ja? Ja. Slechte matchje in history. Ja. Ik zeg, ik was precies een 12-jarige dat een kastje had gekregen. Iedereen speelt dan zelf nog beter, dat is volgens mij nog een mannen peuter. Op school ging het bij mij ook niet, ja. Oh fuck, wat? Wow. Wat daar? Ah. Waarom ben ik altijd de laatste? Ik weet niet. Zie je, dit gaat het snelste matchje in onze history ever worden. We zitten nu al aan 0-3 en zijn nog geen 5 minuten of zo bezig. Het snelste en waarschijnlijk ook het slechtste. De deadcam en het opstarten van het matchje opnieuw duurt langer dan dat onze ronde bezig is. Eigenlijk wel, ja. Echt waar, ja. Ik snap ook al, doe wat. Wauw. Even op adem komen. Och, mannetjes, jeez. Dit wordt de kutste aflevering ever. Jee, 0-4, oké. Oké, ik heb 2, G-man heeft 1, dus dat wil zeggen dat de score 3-1 is. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik en alvast niet. Tot de volgende, bye.